Ja, Gert-Jan Karsten, het blijft maar gebeuren, hè, al die doelpunten. Ja, goede goals, geen grootse wedstrijd, maar wel 3-0 met de rust. Eén momentje van hun, balletje te palen in de corner, nou, dan kan er 2-1 worden, maar daar staan ook nog één of twee grote kansen van ons tegenover. 4-0 winnen van Linde, sluit daar bovenin aan. Plezier spat eraf. Ja, het is op dit moment leuk om trainer te zijn hier. 2018 is het een beetje het jaar van HC. Ja, wij zijn ook oranje. Misschien Katwijk is ook oranje. Misschien moeten wij als clubs het, die kleuren een beetje hoog houden gezien het WK. Maar ja, ik weet niet of het dit jaar van HC gaat worden. Maar als je aan het begin van het seizoen dit voorspeld had van dat je op plek 3 staat qua verliespunten na 19 wedstrijden, 18. Dan had iedereen daarvoor getekend, denk ik. Hè. Onze doelstelling ligt tussen 6 en 10. En daar zitten we nu iets boven. Ja, de ploeg marcheert. Jongens die spelen met veel vertrouwen, veel beweging zonder bal. Verdedigend goed in de discipline. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Alleen we moeten ook eerlijk zijn. Vandaag was niet de beste wedstrijd van 2018. En nou ja, dat geeft de burger wel moed natuurlijk. Als dit niet je beste wedstrijd is, dan belooft het nog veel. Veel tegenstand van Linde kreeg je niet. Nee, maar ja, wij schieten vandaag wel de eerste kansen er allemaal in. En dat is wel het verschil. Hè? Vorige week scoren we niet in het begin. En dan komt Rijnsburg het tweede deel van de eerste helft opzetten. En nu scoren we gelijk de eerste kans goal, tweede kans goal. Kijk, en dan is het ook gelijk klaar, mentaal. Ja, en dat verwijt heb ik ze wel eens vaak gemaakt. Wij benutten te weinig kansen. Nou, op dit moment valt het wel. En nou ja, als je dan ook niks weggeeft, dat is gewoon een fantastische overwinning.